Vorige week verraste Sparta weer eens door thuis met 4-1 van Rode JC te winnen. Maar uit verloopt het voor de Rotterdammers dit seizoen zeer moeizaam. Met gemiddeld meer dan 3 goals tegen in een uitwedstrijd. Goed nieuws voor de Spartanen is wel dat Harold Wapenaar, ondanks zijn hamstringblessure, in de goal kan staan. Rutjes, Bukari, die een hele goede wedstrijd speelde tegen Roda vorige week. Hetzelfde geldt voor Emnes. Weer terug naar Bukari. Wat ruimte om uit te halen voor Bukari. En de rebound van Emnes. Het is gelijk raak voor Sparta. Ja, hij is in vorm met 4 goals in zijn laatste 4 wedstrijden. En dit is nummer 5 in een korte serie. En daar kregen ze toch de nodige ruimte om te combineren. Bukari en Emnes. Het schot komt van eerstgenoemde. En Emnes is het meest attent van allemaal. En zet Sparta al vroeg op 1-0. Emnes. Yagi ingeschoven. Weer veel ruimte voor Bukari. Voorzet van Yagi. Roberts. Schot van Rutjes. Mooi geplaatst zeg. En de redding van Babos. Prima poging met een wat mindere linkerbeen. 6 overwinningen uit de laatste 7 wedstrijden voor NEC. Maar thuis tegen Sparta wil het voor de Nijmegenaren al jaren niet meer lukken. El Akjoui met de vrije schop richting Van Beukering. En die bal valt er nog bijna in ook. Van het hoofd van Schenkel notabene. Het is een boeiende wedstrijd. Corner van Vados. Wapenaar in de drukte. Bokst de bal voor de voeten van Holmen. Die doet dat heel leep. En van de lijn gehaald. Door Rutjes. Twee minuten nog tot de rust. Zwakke bal was dat van Van Buren. En NEC heeft 4 man nu mee. Bobsen. Bobsen vastgehouden door Van Buren. En weer een vrij schop voor NEC. En geel voor Van Buren. Sparta gaat eigenlijk steeds meer op het FC Utrecht onder Foukebooi lijken. Het vecht, het knokt. Het is echt een team. En er staat nog altijd met 1-0 voor. Het wordt Van Beukering. En dan is Dissels veel te vroeg uitgelopen. Maar mag dat van Van Hulten? Lens, fel. En bovendien goed voetballen nog altijd Jermaine Lens. En dan mikt hij hem net over de goal van Wapenaar. Bukari. Yagi. Emnes. Emnes die zoekt de verhoek. Redding Babels. Net als in de eerste helft start Sparta prima. Aan de tweede helft. El Akjoui. Bobsen. Het is nog altijd een boeiende wedstrijd waarin veel en van alles gebeurt. Van Beukering, geen buitenspel. Holmen doorgelopen. Van Beukering krijgt de bal dan niet. Opnieuw NEC. Dit is dan de kans en het is gelijk. 1-1. Bobsen, de man die je doet op aangeven van Beukering. En over de hele wedstrijd genomen is die gelijkmaker van NEC volkomen verdiend. In eerste instantie krijgt Van Beukering de bal nog niet bij een ploeggenoot. En dan vindt hij Bobsen. En die schiet via Van Buren nog de 1-1 binnen. En daardoor is Wapenaar helemaal kansloos. Holmen. Van Beukering niet. Schenkel wel. Die roeit hem in de richting van Emnes. Nou, Motoglu, ja, die moet oppassen. En dat doet hij niet. Emnes met de kans. Emnes. En dat is 2-1. Wat een ongelofelijke fout van Motoglu. En Emnes profiteert. 2 minuten na de gelijkmaker van Bobsen staat Sparta weer op 2-1. Na een beginnersfout van rechtsback Nalbantoglu. Plop verloren lange bal van Schenkel. Nalbantoglu alle tijd om die bal terug te spelen naar Babels. Maar onder druk van Emnes is hij volkomen in de war. Emnes heeft veel tijd nodig, maar schuift de bal uiteindelijk langs Babels. En in de goal. Die glijdende Nalbantoglu kan er niets meer aan doen. Goeie lichaamsbeweging van Lens. Yagi in de achtervolging. Jermaine Lens nog altijd. Goeie tackle van Yagi op de bal.
De corner van NEC, El Akhchoui. Wapenaar in de drukte, kan hem half wegboksen. Pothuizen met een leekballetje, het is 2-2. De goal van invaller Pothuizen. De hoekschop van El Akhchoui wordt niet lekker verwerkt door Harald Wapenaar. Pothuizen de slimste op het veld. Lepelt hij de bal voor de goal. Misschien is het wel een voorzet. In ieder geval, de Spartanen krijgen de bal niet meer weg. NEC verdient op 2-2. Een curieuze goal. NEC heeft haast. El Akhchoui gooit er voor de goal. Pothuizen de lucht in. Wapenaar met één vuist. Er wordt nog een slotfase. Hier in de Goffert. Overtreding tegen Davids. Ja, het zou me echt niet verbazen als er nog een winnaar komt. Want NEC neemt te veel risico. Wil dolgraag die thuiswedstrijd winnen. Publiek er massaal achter bij de vrije schop van El Akhchoui. Vrije schop die niet best was. Maar daar is NEC weer met Lens. Voorzet ook makkelijk verwerkt. Maar Sparta krijgt hem niet van de eigen helft af. Lens. Zoekt een route binnendoor bij Dissels en Bukari. Niets aan de hand. Dat leek toch een overtreding. Ja, NEC heeft de bal alweer. Dani Fernandes, Pothuizen met 3-2. En de vlag blijft omlaag. En bij Sparta zijn ze woest op de assistent scheidsrechter. We hadden alle schijn van buitenspel van die gekke Patrick Pothuizen. Die als spits wordt ingebracht in het laatste kwartier. En met twee goals NEC de overwinning lijkt te bezorgen. De grote vraag is of het wel of geen buitenspel is voor Pothuizen. En op het moment van spelen is het absoluut geen buitenspel en is het doelpunt terecht goedgekeurd. Pothuizen mag door en schuift de bal dan via de binnenkant van de paal langs Wapenaar. En NEC op 3-2. Holman. Yagi opgejaagd. NEC al 90 minuten lang aan het jagen is. En dat vaak effect sorteert. Lens. Die gaat nu tijd winnen in de hoek met Bukari. Moet Bukari zich niet vergrijpen aan Lens. Dit is prachtig gespeeld door Jermaine Lens. Pothuizen. Past het allemaal nog? Bobsen. Ja, het past. Het is 4-2. De goal van linksback El Akhchoui. En dat zegt eigenlijk alles hoe NEC deze wedstrijd beleeft. Het speelt een merkwaardige vorm van totaalvoetbal. Ze duiken overal op. Maar ze knokken en ze vechten en ze strijden. En ze komen zo terug van een 2-1 achterstand in de laatste 10 minuten. Tot een 4-2 voorsprong in de extra tijd. En dus gaan de handen van een zeer tevreden coach op elkaar. Je ziet dat Lens hier zich prachtig vrij speelt. En na een ingewikkelde combinatie El Akhchoui de 4-2 ziet binnenknallen. Pothuizen, die krijgt een publiekswissel. Ongekend. Een kwartier voor tijd ingevallen als targetman, als extra spits. Twee goals later krijgt hij een applauswissel en kan hij eerder gaan douchen. Lange bal van Wapenaar. Als alle 14.000 in de Goffert op hun voeten staan om een ovatie te geven aan de 22 man op het veld. Die er op een lastig bespeelbaar veld een heerlijke wedstrijd van hebben gemaakt. Invaller Pothuizen kantelde de wedstrijd in het laatste kwartier. En uiteindelijk wint NEC dat over iets meer power beschikte dan Sparta. Verdient met 4-2 na een prachtige, bijna Engelse wedstrijd.